mannen! Mannen? Kantoortje? Hier met vandaag, ja, holy shit, ja, een nieuwe vlog. Ik ben nog super moe, ik heb echt super kleine ogen. Omdat ik tot vannacht 3 uur nog heb geëdit aan een video, ja, die online moest komen, omdat ik anders geen video had. Dus nu is het 8:30 en ik moet nu naar het station, anders haal ik mijn trein. En ik denk dat ik gewoon een beetje ga slapen op de trein. Of ga gewoon niet met de trein. Geniaal. Ik ga me gewoon in Antwerpen teleporteren, want ik heb echt, ja, sorry, ik heb geen zin om op de trein te gaan. Dus deze keer gaat er geen epic momentje zijn, zo op de trein, met muziek en shit. Ik ga gewoon naar Antwerpen teleporteren, let's do this. 3, 2, 1. Holy shit. Holy shit. We zijn in Antwerpen en nu moeten we gewoon nog wachten op de andere dudes. Want ja, er is hier nog niemand. En ja, we gaan zo meteen waarschijnlijk naar de. Holy shit. We moeten nog wachten op Jasper en Ryan en Quinten. Dus we gaan niet naar de Kwik. Ja, anders worden obesitas patiënten. Dus we gaan iets anders zoeken om eten te kopen. Dus ja. We staan hier in Centraal te wachten op Ryan en Quinten. Ik ben onder de vrijheid. Rapsaai is ook aangekomen. Ik zit echt niet op die dude. Je krijgt 5 seconden om je kanaal te promoten. Waarom krijgt een Chinees? Dus het was, ja, het is leuk dat je hier is. Alex is weer een telefoontje aan het doen naar Ryan en Quinten. Ik weet niet wat er is gebeurd. Meteen gaan wij Boef halen. Jasper, let's go team, hè? Let's go team! Oké, we hebben Ryan en Quinten net voorbij gegaan, dus we laten het nu strekken. We doen nu de Enzo Knol prank, let's go! Jasper, wat is het plan? We zijn gespot. Zijn we gespot? Snel, lof! Ja, lof gaat! Frank is mislukt. Ryan, wat is hier gaan? Quintke, waar gaan weten? Ja, dat weet ik niet. Je weet dat wel, zeg maar. Ik weet het met mijn leven. Zeg maar. Anders zou je het aanbevolen. Ja, nee, daar. En waar is dat? Ja, mannen. Godverdomme. Pizza Hut, mannen. Pizza Hutteke. Quintke. Ryanke. Olexke. Wat doen wij? We zitten in de Pizza Hut en we kleuren onze kleurplaten in. Ryanke is al goed bezig. Hey mannen! En als wij klaar zijn met inkleuren, dan doen we een grote giveaway op Quintke's kanaal. Mannen! Ryan heeft geen eten, wat Ryan heeft gehaald. Olex eet een broodje van de Panos in de Pizza Hut. Fantastiek man! Olex zit heeft een, ja, lekkere pizza in de Pizza Hut. Rapsai eet ook een pizza. Ebola. In de Pizza Hut. En Quintke? Pizzake? Quintke? Wil je nog iets zeggen, Quintke? Ja, wanneer nu? We hebben net pizzakken gegeten. Pizzakken, mannen. We zitten hier in de Pizza Hut. We hebben hier nog pizzakken, mannen. Hey, ik heb ook een pizza trucje. Ik denk niet dat jullie dit kunnen thuis. Dus ik zeg, er is een tutorial. Respect, dus wij zijn hier nu grote dingen aan het bespreken. Ja, we hebben hier een speciaal project. Ik mag er nog niks over zeggen. Ryan, kan je al iets leaken erover? Dat is een YouTube-gathering. Ja, ja. Iedereen die hier nu aan deze tafel zit, wij hebben een beetje problemen met de Belgische YouTube-gathering. De tijd, wanneer dat is, zo shit. We kunnen niet zoveel halen. Natuurlijk, Olex kan wel halen, maar dat moet niet. Wij zijn nu iets aan het fixen. Ik kan er nog niks over zeggen. Maar het wordt vet. Stay tuned. Hou zeker onze kanalen in de beschrijving. Iedereen's kanaal die hier is. Stay tuned, bedankt. Iedereen's kanaal die hier zit, staat allemaal in de beschrijving. Check die zeker. Blijf onze kanalen ophouden. En jongens, willen jullie nog iets zeggen? Ja, ja. Subscribe. Nee. Kijk, hè. We moeten op meer weergeven klikken. En dat is... Nee, weer geven kiesje. En jullie zijn fuck aan het geven. Nee. Money. Yeah. Free Razer giveaway, yeah. Dus we zijn hier met Rapsai. Wat geven we vandaag away? Razer giveaway. Te veel Razer. Like allemaal de video. Gewoon liken, je krijgt het. Like en subscriben op Rapsai. Let's go. Rapsai is verantwoordelijk voor niet opgestuurde Razer gifts. Rapsai, wat is je marketing mix? Hey, dat is van Mediamarkt, is niet van mij. Die is ermee, van de Las Koepers. Kijk, wat gaan we doen? We moeten dat intikken. POF. Dan moet je wachten.
Ik zet die video's op. Dan. Lig je hier. Pof. Oh, hij had die 800 subs opeens. Nee, ik heb maar 840. Ja. Quintke, wat moeten ze dan doen? Dan moet je wel wachten. En dan je hier een rode knop. 844 kun je daarop klikken. Nu, dat gaat niet, want je bent niet aangemeld. Je moet hij is niet aangemeld. Hoor ik daar? Ryan? Wat is dat? Wow, jongens! Dude. Wat is dat, Ryan? Ryan? That's your channel! Ja, ja, ja. Oh, ga binnen, kijk! Ryan, wat is dat? Wat is dat, Alex? Hoe hebben jullie dat gedaan? Je hoort op nee, nee, nee. Kijk even, kijk even, kijk even. Niet zo, niet zo. Dat is mijn channel intro, mannen. Mannen? Hey, mannen, haha. Yo, mensen van Joey Craig. Welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag zullen we het hebben op irritaties over school. Jullie kennen het allemaal wel, school. Ik heb natuurlijk ook irritaties aan school. Want ja, met een bruine huidskleur. Met irritaties aan school, daar wil ik het vandaag met jullie over hebben. Misschien kunnen we die 5 miljard likes knallen. En misschien haal ik morgen nog wel de 100k abonnees. Mijn naam is Joey Craig. Laten we beginnen aan irritaties op school. Let's go. Welkom bij deze nieuwe FIFA 15 video. Vandaag speel ik met Ronaldinho, denk ik. FC Barcelona via PSG. Probeer in een doel te schoppen. En dat hield me. Search the differences, guy. Olex. Up. Olex? Ah! Nou, dus extra veel giveaways op mijn channel. Dit is een giveaway van het 17e seizoen van The Simpsons. Elke giveaway wordt gedaan als wij 500 likes kunnen halen. The Fault in Our Stars giveaway. Als wij de 500 likes kunnen halen, doet Jasper de giveaway van alle items gematcht in deze video. Als wij geen 500 likes halen, doen wij geen giveaway. Maar als wij de 500 likes halen, doet Ryan ook een giveaway van... Zet je mijn pikpoketten? Ja, die snijden. Oh, ik doe een giveaway van Gilles. Wat is dit? Dat is gewoon interessant. Uitslag in jeugd door zwangerschap. Dus Jasper, wat zijn wij hier eigenlijk aan het doen in de mediamarkt? We zijn in de mediamarkt aan het ouwe hoeren. Ja, Jasper, wat wil je nog zeggen aan de guys? Ja, abonneer op mijn kanaal. Waar is mijn pet? Ja, 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 ja. Hé, daar staan we op de punt. Dus wat gaan wij nu doen, Jasper? Verder houden hoeven. Let's go. Oh mensen, welkom bij natuurlijk weer een nieuwe vlog van ja. Wie denk je natuurlijk? Koning vlog natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Ryan, wat heb je net gedaan? Ja, kijk, die stofzuiger zit een leven. Heeft hij een leven? Je moest dat niet zijn. Je moest aan de stofzuiger kijken, alles zo begonnen. Iedereen snapt het niet. Niemand snapt het. Ik film het omdat het zo random is. Hey Peter, wat heb je? Oude pot. We zijn in de speel, we drinken. Mannen, waar zijn we? De speedy bomb is blown. Kijk! You have it now. We gaan onder de grond. Hoe mannen, waar zijn we? We've now eaten a french fry. Deze vlog is random as fuck, maar toch vragen we een like. We hebben die likes nodig. Je kan je nu afvragen, waarom vragen YouTubers likes? Ik en vele anderen vragen likes, omdat het vele anderen, vele. Sturend kijker van. Omdat het ons motiveert. Oh, wij hebben die likes nodig. En bij 500 likes... Ik ga nog geen winkel. Ik ga geen winkel meer. Ja. Quintke wil graag die 1000 subs voor het nieuwjaar. Ja. Dat is hem niet gelukt. Quintke. Ja, wel, dat kan nog lukken. Hè. Dat is niet gelukt. Ik wil jullie nu allemaal abonneren. Oh mannen! Ja, hoe was de ervaring? Amai, hey! Yo mensen van de vlog, het is nu zeker al 10 seconden na de laatste video dat wij hebben gemaakt. En Ryan is echt al heel tijd aan het zagen om iets te zeggen, dus hij mag het nu eindelijk zeggen. Yo mensen van de vlog! Dat was het? Ja. Dat was het, ik wou jullie gewoon begroeten. Beloon Ryan maar al met een... Sub, like, alles! We zijn hier in de lijst, want we zijn Ryan en Quinten verloren.
En ja, ik weet eigenlijk eigenlijk niet waar ik ze moet zoeken. Maar ik weet eigenlijk ook niet wat ze hebben gekocht. Maar Ryan zei dat hij een eitje ging kopen om op Alex zijn hoofd te klutsen. Dus we gaan hem nu gewoon zoeken in de winkel. Ik hoop dat ik hem snel vind, dat ik hier niet te veel tijd moet verspillen. Maar ik denk wel dat we Ryan snel gaan vinden. Ik ga hier even afschuiven aan de kassa. En dan zien we wel waar dat ze zijn. Ik ben hier nu niet Acid van Quinten. Ik ben Acid. Oh my god. Wil jij een foto? Nee. Ja. Ga ik een foto mee? Ja, neem maar een foto van mij. Nathan, we hebben iets voor u. Allee, kom maar. Nathan, we hebben iets speciaal voor u. Een kei goede vriend van u. Daarom hebben we even bij je. Dit. Doe het maar op. Doe het maar open. Een bakje. Ja. Mannen? Cadeautje? Allee. Belief. Is dat voor kerst? Are you jealous? Nee, alleen film. Film dan. Is dat kerstcadeau? Ja. Mannen. Ik bedank Rian. Ja, speciaal cadeau. Heel diep uit mijn hart gekozen in de... Sowieso alleen pakpapier. Nee. Ja? What's that? Hij vond de debiel zijn cadeau zijn hem. Oh my god! What's your reaction? Wow, mag ik dat echt aan? Ja! Echt! Jawel! Nu wel! Mannen, we hebben gewoon een pakje snoeppapier. Ja, maar eigenlijk ging dat wel voor mij. Ja, maar geef me eentje. Dat is de snoeppapier. Nee, nee! Nee, wat lacht me aan. Om, nom, nom, nom. We zitten nu in de Starbucks met een Starbucks mannen. Dat is belangrijk het al. En subscribe op al deze dudes, zo waarschijnlijk zien jullie ze niet meer. Waarom niet? Jawel. In aanbevolen. Maak elke video. We zijn net al onze vrienden verloren. Jasper is naar huis, Ryan is naar huis, Quinten is naar huis. We zijn nog in de Starbucks veel dingen gaan bespreken in verband met het geheime project. Alex is er nog bij, hij heeft me net allemaal rare dingen verteld, maar aan de ene kant heeft hij wel gelijk. Ik zeg het jullie nu even, wat vele mensen vergeten is. YouTube kan gaan om hoe goed dat je bent en als je echt goed bent, als je echt uitblinkt, dan ga je... Als je echt uitblinkt, dan ga je snel groeien, veel subs krijgen en veel support krijgen. Als je tot de middelmaat behoort, zoals de meeste van ons, dan is de enige manier om heel snel keihard te groeien... Contacten. Netwerken. Alleen contacten, pure vriendjespolitiek. En natuurlijk heb ik daar geen probleem mee, het is gewoon zo. Soms is dat oneerlijk, en dat weet ik ook, maar ja, je moet er gewoon voor werken. En als je doet als Alex, heel goed zijn met sociale contacten leggen, dan ben je beast. En why the fuck heb ik hier een streep, holy shit. Dus ik ben Acid. Let's go. Tijden komen en tijden gaan, maar echte vriendschap zal altijd blijven bestaan. Het is tijd voor mij om ja, terug naar huis te gaan. Alex, hey, je moet gewoon 5 seconden op de trein zitten. Maar ja, ik zit hier gewoon een halve seconde op de, ja, weet ik veel. En dan ben ik terug in Blankenbergen. Dus Alex, alios. Ik vertel jullie binnenkort meer over het speciaal project. Nee, nooit hopen. Ik ben Acid. En ik ga nu in de trein. Let's go. Beste mensen, ik ben aangekomen ja, in mijn huis. En ik moet zeggen, er is iets speciaals gebeurd. Toen ik in de Starbucks gewoon aan het chillen was met iedereen, kreeg ik opeens een foto. En die foto, ja, die komt nu in beeld. Deze foto kreeg ik opeens op Snapchat, Facebook en shit. En ja, ik dacht van, holy shit, what the fuck is dat? Er stonden gewoon 6 blikjes Red Bull voor mijn deur. Hier staat ze, ik weet niet of jullie ze kunnen zien. Gewoon 6 blikjes Red Bull. Dikke fucking shout-out naar de dudes die daar hebben gezet. Ik ben zeker dat deze video aan het kijken zijn. Dikste shout-out naar jullie, echt fucking vet. Dit is gewoon mijn eerste vorm van fanmail. Ik ben echt fucking gelukkig. Echt waar, dikke shout-out naar jullie. Ik ben ja fucking blij. Mijn mama begreep het ook niet helemaal. Dikke shout-out, echt. Ik heb er woorden voor. Ik vind het gewoon amazing. Ik ga nu naar mijn kamer. Let's go. En daar zit je dan achter je computer. Ik heb even trui aangedaan. Ik had koud. En het is ondertussen alweer 24 uur, 12 uur dus. En ik ben enorm moe. Dus ik hoop dat jullie het een leuke video vinden. Ik ga zo meteen slapen. Morgenochtend vroeg opstaan. Nog een video maken en shit. Ik ben Acid. Ik zeg smash die like even. Ik ben Acid en ik zeg adios, bitches.